Pal naast het droge stuifzandgebied ligt een moerassig beekdal met vennen, genaamd De Brand. Samen met de Loonse en Drunense duinen vormen zij een uniek Natura 2000-gebied. Jij hebt een kaart, Theo. Ik heb daar wel een kaart van. Laat maar even zien dan. Ik heb verschillende kaarten. Oh, hallo hè. Je hebt ook even een goede meegenomen. Ja, ik heb een goede mee. Ik heb een paar kaarten. Ja? Zal ik op de motorkap leggen? Die eigenlijk in één klap duidelijk maken. Want we hebben het over het gebied De Brand. We hebben het over De Brand en het Drunense duinen. En het Drunense duinen. Nou, op deze kaart is er wat rood is hoog gelegen. Ja. En wat blauw is, is veel minder hoog. Veel dieper. Ja, en ook veel natter. En veel natter dus. Ja. Die duin heeft die dekzandrug, daar regent het natuurlijk op. En die regen zakt in de grond. En die komt ondergronds weer boven. Ja. En natuurlijk op het diepst gelegen stuk. En dat is De Brand. Precies. Alleen het water van De Brand kan nergens heen. Al het water in Brabant, of alle beken in Brabant, gaan van zuid naar noord. Mm-hmm. En water af op de Maas. Maar hier liggen de duinen ervoor. Want de Maas ligt hierboven. Dus wat hier gebeurde was een soort stagnerend water eigenlijk. Een soort badkuip. Badkuip. Ja. Plantjes erin sterven af, plantjes groeien weer sterven af. Krijg je veen. Krijg je veen. Ja. Nou, hier lag dus een meter of twee veen op ooit. Oké. En dat is ook afgegraven? Dat is afgegraven, want ze wisten, nou, dat veen is geld waard. Dat is gewoon eigenlijk een oliebron, hè. Zoals energie in die tijd, mm-hmm. Dus dat kon je afgraven. Is dat nou ook wat we hier al kunnen zien? Ik bedoel, daar is het zand. Daar is het zand. En als je die kant op kijkt, het is lastig om te zien misschien, maar het loopt vanaf hier loopt het naar beneden. Je, ja. Je ziet eigenlijk, je glijdt zo de badkuip in. Ja, ja ik zie het. Ja, je kunt het zien. Ja. En vanaf daar begint het eigenlijk. Dus daar is het hartstikke nat. Daar is het heel nat en hier is het heel droog. En daar is het heel droog. En dat is op een hele korte afstand. Hoor ik nou kikkers? Zijn er, of niet? Ik heb niet gehoord. Boomkikkers? Of? Dit is geen boomkikker. Nee? Nee, het is groene kikker. Net. Hoor je nou dat het een groene kikker is, Theo? Een boomkikker die kekkert echt, zo wordt het ook genoemd, hè? Dus ze zegt kek, 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 en heel hard. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat is echt een heel ander geluid. Dit is veel meer rollend. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Ja. Dit is een heel ander geluid. Je kunt ze voornamelijk in deze periode 's avonds horen. Als het wat warmer is 's avonds, ja. Dan roepen de mannetjes elkaar en dan is het een... dan is de rotherrie hier. Het is natuurlijk ook de tijd dat ze die boomkikkers doen dat allemaal 's avonds, hè? Die doen het allemaal 's avonds, ja. Pinksterbloemen. Met een oranje tipje daar, vrouwtje. Ja? En die hebben pinksterbloemen als waardplant. Dus daar leggen ze hun eitjes op. Zo, goed nat. Dus dit is ook allemaal kwel en regenwater? Dit is kwel en regenwater. En heel schoon. Ja? Hier staat moeras, hertshooi in. Dat is een best wel kwetsbare plant. Ja? Voor tenminste wat waterkwaliteit betreft. Ruikt altijd heel bijzonder, vind ik. Ruikt het? Het ruikt naar postelijn. Ja, precies. Lekker. Ja, ja. Het is mijn lievelingsgroente. En dit is een hele ondiepe poel. Dit is, deze warmt heel snel op. Dit water is echt, als het een warme dag is, ook heel snel opgewarmd. En dit is ideaal broedgebied voor die boomkikkers en voor de kamsalamanders. En wat hier ook zit, en daar hoopte ik op natuurlijk, zijn bloedzuigers. Oh ja? Oké. Okay. Want die komen af op getrappel ja. Van mensen of zoogdieren.
En dan gaan ze... En dan vliegen ze je aan en dan zuigen ze bloed. Maar het is misschien ook nog wat koud voor bloedzuigers. Ik heb een groene kikker, een boomkikker. Boomkikker? Groene kikker. Boomkikker lijkt me sterk, maar... Groene kikker of boomkikker? Ik blijf staan. Boomkikker? Ja, ik herken hem. Heel goed. Ja. Daar zit er een in de pitrus. Mooi hoor. Maar je ziet ze niet veel in het gras, Theo. Niet vaak. Zie je bijna nooit. Nee? Maar ze zijn natuurlijk... Ze pendelen nou van het struweel waar ze in zitten te roepen... naar de poel om eitjes te leggen. Oké. Maar er zitten hier dus bloedzuigers? Er zitten hier medicinale bloedzuigers. Medicinale bloedzuigers. Dat zijn de bloedzuigers die vroeger gebruikt werden voor het aderlaten. Ja, ja, ja. En die zijn bijna overal verdwenen. Omdat er ook zulke kwetsbare soorten zijn die heel schoon water nodig hebben. Oké. Okay. Dat is bijna overal weg, maar hier is het nog. Ja. Oh nee, daar gaat er een. Hier gaat er een. Hier gaat er een. Oh ja. Ja, 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 ja. Ja, ik zie hem. Een slangetje. Met strepen erop. Klein. Ze zijn er dus wel. Maar ik ben toch blij dat je er een gezien hebt. Nou, hè? Ik vind ze doodeng. Ja? Deze lijken nou rustig, maar ik heb ook wel gezien dat ze echt aanvielen. En dan komen ze zelfs een stuk over land uit die poel het weiland op. En dan kruipen ze tegen je op. Ik vind het echt doodeng. Zo'n medicinale bloedzuiger. Ja. Die komt bijna achter je aan. Ja, die komt haast achter je aan.